Kwijtschelding van boeterente AKF-lening. Om agrariërs financieel tegemoet te komen is enkele jaren geleden het Agrarisch Kredietfonds in het leven geroepen. Na goedkeuring van een ingediend agrarisch project kon men in aanmerking komen voor een lening bij het fonds tegen een laag percentage aan rente. Naar aanleiding van een voorstel van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft er eerder ook al een optopping plaatsgevonden van het AKF voor een bedrag van 10 miljoen SRD. Echter is er vanwege verschillende oorzaken en het feit dat vele boeren niet in staat waren de afgelopen periode hun leningen af te lossen, een situatie ontstaan waarbij de rente voor velen is opgelopen. Dit zorgde voor een extra financiële belasting voor de boeren en mogelijkheid tot eventueel verlies van bezittingen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.